Lucy Sugar to serve. Love. Fifteen all. Thirty-fifteen. That you all. Thirty-forty. Game. De Groot van Koot. De Groot van Koot lead 2-2. Nick van Koot to serve. Oh. 15 love. Dirty love. Forty love. Game, De Groot van Koot. De Groot van Koot lead 3-2.
Time. Cornelia Osthuizen to serve. Love 15. Love 30. I would love 40. Oh. 15-40. Oh. 30-40. Game, de Groot van Koot.
De groot van Code liet 4 games to love. Love 15. Oh. 15 all. Thirty-fifteen. Oh. 40-15. Oh. Game de Groot van Koot. De Groot van Koot liet 5 games to love. Time. Love.
30 love. Oh. 30-15. Thirty all. Thirty, 40. Game, first set, De Groot van Koot. Six games to love. Time. Second set, Van Koot to serve.
15 love. Forty-30. Advantage Oosthuizen. Yes. New balls, please. First game, second set.
Love 15. Fifteen all. Sorry. Out. 30-40. De vrouw van Kool. De vrouw van Kool lead 2 games to love. Love 15. Out. 15 all.
30-50. A15. De Groot van Code. De Groot van Code lead 3 games to love. Time. Love 15. Love 13. Fifteen 13.
that you all. Game de Groot van Koot. De Groot van Koot lead 4 games to love. Dirty love. Oh. 30-15. T30. Game. De Groot van Koot. De Groot van Koot lead 5 games to love.
Time. Love 15. Love 13. Love 14. Game set and match. De Groot van Kool. Two sets to love, six love, six love. Dames en heren, de finale zit erop. Maar mag ik nog een groot applaus voor het duo Oosthuizen-Sjoeker en De Groot van Kool. Wij vragen u nog even op uw plek te blijven zitten. Over enkele momenten beginnen wij met de prijsuitreiking.
Graag nodig ik naar voren uit Esther Vergeer, de toernooidirecteur, en Patrick Kuijsters van ABN AMRO voor het uitdelen van de prijzen. En dan nu, dames en heren, ladies and gentlemen, de runners-up van de finale vandaag, dames dubbel, Cornelia Oosthuizen en Lucie Schoeker. Dames en heren, mag ik nog een daverend applaus? Cornelia Oosthuizen en Lucie Schoeker. Dames en heren, en dan nu de winnaars van het damesdubbel ABN AMRO Open. Diede de Groot en Aniek van Koot. Dames en heren, laat u horen de winnaars, Diede de Groot en Aniek van Koot. I can imagine it might be a little bit of a disappointing finale for you guys, but do you have anything to say on the whole week here in Rotterdam? Dankjewel for a really, really fantastic week. It's a great opportunity to sort of be at a location like this in a joint event for us, and I hope you enjoyed the tennis. Sorry if you couldn't challenge them a bit further, but next year we'll hopefully be back. Lucy. Yeah, I think a big thanks to Esther for having the foresight to have the women's here. It's a great event. You know, the men have been here for a few years, and it's great to have the women here. Yeah, sorry we couldn't put on a better show, but the Dutch pair, they're pretty good. And it was a great, you know, for us, it was great to be here and to be a part of it. And hopefully we'll come back and we'll play some better tennis next year. A groot applaus voor onze runners-up. En dan naar de kampioenen van vandaag. Diede, je kan er bijna een huis mee gaan bouwen, lijkt het. Nou, ze zijn zeker stevig genoeg. Fantastisch natuurlijk om hier op deze manier voor ons het toernooi af te sluiten. Dankjewel natuurlijk Aniek voor het dubbelen en congratulations on making the final. Even though the tournament, unfortunately, for the doubles was a little bit different this year. Dank jullie wel allemaal om te komen kijken. Ik net op Center Court mocht ik ook speechen en door alle commotie helemaal vergeten om heel veel mensen te noemen. Natuurlijk ons team, zowel de KNLTB als surrogaatcoach deze week. Sparring van Eloïse, super blij met Michael en alle hulp die we hebben gekregen. Natuurlijk iedereen achter de schermen en fantastisch werk neerzet de hele week lang. Onwijs veel uren gaan daarin zitten en daar hebben wij als spelers eigenlijk alleen maar respect voor, denk ik. En dan hoeven wij eigenlijk alleen maar het leuke deel te doen. Dank jullie wel en hopelijk tot volgend jaar. Ja, wat kan ik daaraan toevoegen? Dankjewel Esther en het hele ABN AMRO toernooi voor het geven van dit platform. Het was echt een super toffe week.
Ik ben een beetje verliefd geworden op Rotterdam. Komt ook mede door de chauffeurs die ons elke dag hierheen brachten. Daar heb ik de grootste lol mee gehad. Rotterdam. Nou, dat is echt wel heel erg leuk. Maar ook jullie allemaal die toch zijn blijven kijken naar ons. Dat vind ik echt heel erg tof. En ja, hopelijk zijn we er volgend jaar weer. En dat we dan weer een mooi tennis kunnen laten zien. Bedankt in ieder geval allemaal. En ook een groot dankjewel aan alle ballenkinderen. Volgens mij gaat daar heel veel training in zitten. En jullie kunnen zelf ook allemaal aardige balletjes slaan, heb ik al gezien. Dus nou, super goed gedaan. Tot volgend jaar. Dank jullie wel. Als laatste geef ik graag het woord aan de toernooidirecteur Esther Vergeer. Ik mag dus nog een keer speechen vandaag. Het is een bijzondere week. Het is echt een hele fijne week eigenlijk, die dan bijna tot een einde is gekomen, wat dan toch weer iets minder is. Maar I want to thank you guys for putting up a great show. It's been amazing that women's wheelchair tennis have been added to this tournament. I think it's a first step, a first very important step in hopefully a bright future, at least in Rotterdam. Congrats, gefeliciteerd voor jullie natuurlijk om deze prijs mee naar huis te nemen. Ik kan alleen maar ongelooflijk dankbaar zijn dat wij hier de kans krijgen. Ik ben heel trots op hoe wij zo'n toernooi hier neerzetten. De Internationale Tennis Federatie en vele andere toernooien zijn jaloers hoe wij dit voor elkaar hebben weten te krijgen. En ik ben dankbaar dat Ahoy en ABN AMRO, maar ook Richard Krajicek hier dit rolstoeltennis toernooi zo ongelooflijk professioneel neerzetten. We werken er met z'n allen heel erg hard voor. Maar ik denk dat een applaus echt op zijn plaats is voor al deze mensen die dit mogelijk maken. Als laatste wil ik eigenlijk jullie bedanken. Het publiek dat hier toch, en het is een kwestie van plannen, maar hier langskomen bij hal 1. De support geven aan het rolstoeltennis is ongelooflijk fijn voor de spelers. We hebben nog één wedstrijd te gaan, dus hopelijk blijven jullie ook nog eventjes voor de heren dubbelfinale. Anders zie ik jullie graag terug volgend jaar. Dankjewel. Super, dankjewel Esther. We zijn aan het einde gekomen van deze prijsuitreiking, maar niet voordat ik u allen gevraagd heb om nog één keer heel hard te klappen, te stampen en te juichen voor de finalisten van de damesdubbelfinale: Cornelia Oosthuizen, Lucie Schuker, Diede de Groot en Aniek van Goot. Dank u wel. En tot 6:00 de heren dubbelfinale. Spektakel.
Dames en heren, u ziet ze al de baan opkomen. Over enkele ogenblikken, de finale. Heren dubbel. Elfie Hewitt, Gordon Reed tegen Martin de la Puente en Gustavo Fernandez. Dames en heren, de finale, heren, dubbel ABN AMRO Open 2023 staat op het punt te beginnen. En wat hebben we daarvoor nodig? Inderdaad, dubbele kinderen! Dames en heren, een groot applaus voor onze mascottes!
Dames en heren, welkom bij de finale tussen Hewitt Reed en De La Puente Fernandez. De droomfinale met een bot tussen de geplaatste koppels 1 en 2. Het als tweede geplaatste koppel, Hewitt Reed, moest gisteren nog tegen en met elkaar spelen. In het enkelspel won Hewitt, maar in de dubbel waren ze samen onverslaanbaar. Dit sterke duo wist het ABN AMRO Open al 2 keer eerder te winnen, dus we verwachten veel van ze. Het duo, Alfie Hewitt en Gordon Reed. Martin de la Puente en Gustavo Fernandez zijn goed op elkaar ingespeeld. Gisteren vochten ze nog een zware strijd met het Nederlandse duo Egbrink en Scheffers. In 2022 wisten de Argentijn en Spanjaard samen nog 3 toernooien op hun naam te schrijven. Dus niet voor niets de nummer 1 van de plaatsingslijst. Heet ze van harte welkom, Martin de la Puente en Gustavo Fernandez. Minutes.
ABN AMRO Open 2022. This men's doubles final match consists of two tiebreak sets. At one set all, a 10-point match tiebreak will be played to decide the match. De La Puente Fernandez to the left of the chair won the toss and chose to receive. One minute. Seconds. And the warm-up. First set, Gordon Reed to serve, ready, play. Fifteen love. T15. Thank you.
40-30. Advantage Fernandez. In the La Puente Fernandez, first game. Gustavo Fernandez to serve. G15. Thank you.
40-30. Advantage read. Advantage read. Game you would read. One game on. Out. 15-love. Forty left. Mm-hmm.
14-15. You and Reeds, the lead 2-1. Time. Martin de la Puente to serve. Out 50 love. Third y'all. Juice. Oh,
Fontis de la Puente. Game de la Fuente Fernandez, 2 games all. Team 30. Sergio. Juice.
advantage Fernandez. De La Puente Fernandez, they lead 3-2. Time. Law 15. Of 30. Law 40. Law 15-40.
Okay. 30-40. Game you would read, 3 games all. Team love. Out. 30 love. Love. Game you would read. They lead 4-3. New balls, please. Hi.
law 15. Bravo, 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 muy bueno. 30-15. Game de la Puente Fernández for Gentle. Game de la Puente Fernández. They lead 5-4.
time. Of 15. Game you would read, 5 games all. Love 14.
15-40. Juice. Advantage Hewitt. Six games of five. Left for service.
love 15. Of 30. Advantage read. Game in first set, you would read 7-5.
Time. Second set, read to serve. Law 15.
bar 30. Game de la Puente Fernandez, first game, second set. Fifteen.
de la Puente Fernández. Nearly 2 games to love. Juice.
about advantage youth. Juice. Advantage Fernandez. Advantage Fernandez. Game de la Fuente Fernandez, the lead 3 games to love. Time.
Bar 15. Let first service. Game you would read. De La Puente Fernandez lead by 3-1. New balls, please. Law 30.
40. Advantage read. Advantage read.
just advantage read. Game you would read. De La Puente Fernandez leads 3-2. Time. Love. Thank you.
15:30. Fontis de la Puente. Advantage read. Game you would read, three games all. Law 15.
Love 30. RTL. Teach you it. Oh.
juice. Advantage Fernandez. De La Puente Fernandez, they lead 4-3. Time. Law 15. Tino. Sergio. Game you would read for Gentle. Sorry, no.
12. Love 15. Forty-thirty. Advantage Fernandez.
juice. Advantage Fernandez. Game, you would read the lead 5-4. Time. Love 15.
love 30. Game, set, and match, unit read by two sets of love, 7-5, 6-4. Dames en heren, wat een gevecht was het. Mag ik nog eenmaal een applaus voor duo Hewitt Reed en De La Puente Fernandez. En blijft u nog heel even bij ons aanwezig. Over enkele momenten gaan we beginnen met de prijsuitreiking.
Graag nodig ik uit onze toernooidirecteur Esther Vergeer en namens ABN AMRO Sander Bessevaar. Dames en heren, we gaan beginnen met de prijsuitreiking van de Heren Dubbel Rolstoeltoernooi ABN AMRO Open 2023. Graag uw applaus voor de runners-up Martín de la Puente en Gustavo Fernández. Dames en heren, laat u nog één keer horen van Martín de la Puente en Gustavo Fernández. En dan nu de winnaars van het Heren Rolstoel Dubbel Toernooi ABN AMRO Open 2023. Elfie Hewitt en Gordon Reed. Dames en heren, laat u horen, Elfie Hewitt en Gordon Reed! Gentlemen, you put up a great fight. Unfortunately, it didn't go, I think, as you wanted to. But do you look good back at a good week? Well, I had better weeks, but I think today was a good match, and we played the four of us played a good match. So I think it was a tough battle, and they deserve the win because they win the key points. So congrats to them, and hopefully we have many like this during the year, and some of them for our side. And Martin, do you have any juice left for you for tomorrow? Right now, I'm a little bit disappointed. I mean, I'm happy with the team performance. I think Gustavo and I played a good match. They're such a great team. They're the best on tour. So we gotta keep fighting because we have to follow them and try to, as Gustavo said, try to win as much as we can. I think it was a close battle. I have to get to the hotel first, get a cold shower, and be ready for tomorrow. Dames en heren, een groot applaus voor Martín de la Puente en Gustavo Fernández. Now over to our winners today. Do you have any juice left for tomorrow? Yeah, well, unlike Martin, I'll go back and take a warm shower. So, you know, obviously it's been a great day. Really glad to be back on court with Gio here. Missed him last year, so yeah, I think that was a tough battle out there. Hopefully some good tennis for you guys to watch. Thanks for sticking around, and there are some other matches going on somewhere in this stadium. So yeah, thank you. Gordon, anything you want to add? Yeah, I think everybody already said it. Well done, guys. I think it was a tough match today. Yeah, just thanks to Esther for all her work this week. I missed it last year for the first time, so I'm glad to be back here. Thanks obviously to all the sponsors, ABN AMRO, and everybody else that makes it possible for us to be here. It's a great tournament for us. And yeah, thanks to Juan for his help this week and all the extra hours on the practice court as well. So yeah, thank you. Dames en heren, applaus. En tot slot graag nog het woord voor onze toernooidirecteur, Esther Vergeer. I would like to say thank you to you guys. I mean, men's doubles is always one of the few matches that are spectacular to watch, and I think this has been
a good fight. Hopefully more to come for the next and next years that we're going to play wheelchair tennis here in this beautiful stadium. Ja, ik mag de dag afsluiten hier met een klein groepje, maar misschien kan ik dan wel zeggen dat dit de diehard fans zijn die, die de hele tijd zijn blijven plakken. En we hebben hier een Nederlanders, ja inderdaad, applaus voor jezelf, dat mag best wel. nee, het is echt een fantastische week geweest. Fantastische finale dag, waar we 3 finales hebben gespeeld vandaag hier op zaterdag. En ik denk nogmaals, ik ga het gewoon nog een keer zeggen dat ik het waanzinnig vind dat we met Ahoy en ABN AMRO en Richard Krajicek dit toernooi zo neerzetten als geen ander en geen enkel ander toernooi in de wereld. Dus ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Wij niet alleen als organisatie, maar ook de spelers dragen daar natuurlijk een ongelooflijk groot deel aan bij. Ik denk dat dit pas het begin is en hopelijk, en dan mag ik gelukkig ABN AMRO ook aankijken, maar gaan we nog vele jaren krijgen en ik denk dat het alleen maar beter en beter zal worden ieder jaar. Dank voor het komen in ieder geval en tot volgend jaar. Dankjewel. Dankjewel Esther en dan sluiten we af met een groot applaus voor onze 4 finalisten. Martin de la Puente, Gustavo Fernandez, Elvin Hewitt en Gordon Reed. Dames en heren, dank u wel en tot morgen bij de singles mannenvidaren. Good luck tomorrow, gentlemen. Dank u wel.